Zo. Veilig in de auto, Bas. Hè? Ja. Toch een beetje eng, hè? Nee. Hallo geocachers, mijn naam is Rogier en het is alweer donker en we gaan alweer op zoek naar een geocache in het donker. Een hele super vette nachtcache die eigenlijk bedoeld was voor een Halloween event een paar weken geleden. We hebben toen geen tijd gehad om het te gaan doen en nu vanavond gaan we wel doen, Bas. Ja. Het schijnt een super lange te zijn die echt over langere afstanden verspreid is. Op verschillende plekken zullen we opdrachten moeten gaan uitvoeren. En we zijn hier vlakbij het eerste waypoint. We gaan er naartoe, we gaan op zoek. En ik ben heel benieuwd of we voor het licht thuis zijn, hè, Bas? Oké, daar gaan we, Bas. Let's go. Kijk, we komen hier op een soort moeras uit, zie je dat? Ja. Kijk, daar een paaltje in het water. Helemaal daar in de verte zien we een stipje op. Zien we een stipje oplichten. Als we één oog vinden, Bas, dan moet je vanaf dat oog weer doorschijnen. Als je twee ogen vindt, zit daar een QR-code. Ja, daar zie ik een dubbele, Bas. Wat zit daar? Een QR-code. Ja. Oh, hier aan die touwtjes zeker. Ja, scannen maar die code. Goed in het vierkantje. Ja, perfect. Een YouTube-video. Wow, dat is echt super vet. Dan krijg je dus een stukje uit een horrorfilm. En ongetwijfeld zal tijdens dit stukje duidelijk worden waar we naartoe moeten. Wow. En nu weten we dus gewoon waar we nu naartoe moeten, wat de volgende opdracht is. Ja. Yeah. Let's go, vet man! Wow, Bas. Ja. Kijk waar we uitkomen, hè? Ja, jongen. Dat is gewoon een of andere. Ik dacht van, het kan toch nooit bij een huis zijn, maar moet je kijken. Dat is gewoon een of ander verlaten huis. Kapot raam en een. Ik ben heel benieuwd of we hier. Wat we ons hier willen laten doen. Maar dit is wel echt een hele luguber dingetje, ja. Ja. Wow, vet. Wow, moet je kijken, Bas. Gewoon een vette lost place, hè? Nee, we gaan er niet in, hoor, Bas. Hoezo? Nee, dat kunnen we niet maken, joh. Kom op, het is verlaten. Wow. De deur, hij is niet open zeker. Oh, ik wil er zo graag in. Oh, ja, ik ook wel eigenlijk, ja. Zo, uitkijken. Oh, ja, oppassen voor het gat. Huh? Ik hoor wat. Jij ook? Oh, ik zie daar een zwaailicht. Zal dat niet voor ons zijn? Hij is open. Volgende keer afdoen. Wow, wat hebben we allemaal, Bas? Wc, hier is niks. Oude wc. Wow, zelfs een douchegordijn zit er nog, joh. Hier woont het. Kijk. Een vogeltje daar. Een vogelnestje. Een vogelnestje op de douche, zie je dat? Eeuw. Zo, alles is overal gehaald. Ik kijk er dat je niet ergens doorheen struikelt. Volgens mij zakt dit zo in, hoor. Voel maar. Oeh, ja, pas wel op, ja. Kijk joh, het is helemaal ondergeklierd hier. Oh, wat is dat? Ik denk het, ja. Ik denk de trap naar boven. Oh nee, gangkast. Gaan we naar boven of niet? Ja hoor, ga maar. Is het sterk? Wow, Bas. Je moet je zakken wel aanhouden. Ja, tuurlijk. Kijk joh. What the fuck? Hier hebben kinderen gewoon. Kijk dan joh, een slaapkamertje. Inderdaad, een kinderkamertje. Kijk, er zelfs nog beertjes hier op de grond. Oh ja, nog een wc. Er ligt zelfs nog een knuffelbeer, hè? Dat is wel luguber. Nog een kamertje. Dat is best een groot huis. Ja. Kijk, nog een vogelnestje daar. Wat is dit? Hier zit nog een zolderruimte of zo.
Oh, dat is een deur, maar... Oeh, dat is een beetje, het lijkt wel een verborgen ruimte. Vet, Bas. Ik heb nog geen kamer niet gehad. En dit komt naar de grootste kamer van het huis. Ja, volgens mij ook. De master bedroom. Oh. Daar hebben we Ernie nog. Ernie en Bert. Nou, zullen we naar beneden gaan? Want ik ben niet helemaal op mijn gemak, moet ik zeggen. Nee, pas op dat je niet van de trap valt. De leuning. Wat staat daar? Niks. Een bakje. Ja. Nee, laat maar joh. We gaan via die andere weg eruit. Dit zit allemaal op slot. Wees je wel goed op deze. This is my house! Nog een knuffel. Veel knuffels hier. Ja. Ooit een koelkast. Oké. Doe je de deur achter je dicht, Bas? Ja. Mooi. Yes. Oké, weer YouTube. Volgende filmpje, denk ik. Oh, dit is de Blair Witch Project, denk ik. Ja? Ja. Vet. Gaan we eens kijken of hier zometeen onze aanwijzingen tussen zitten. Noem de getallen maar. We zijn net uit de stad, maar ik zie hier op 2 puntjes. Daar verderop. Ik zie daar in de verte een soort sluisje. Ik denk dat we daar moeten zijn. Let's go. Let's go. Lekker modderig hier. Kijk uit voor de modder. Yo, 2 punten. Oh, jawel. Zie je er weer een? Yo. Waar dan? Oké, als jij hem scant. Ik scan hem. Gaan we hem daarna in de auto bekijken. Ja. Hè, wat is dit? Huh? Een biet. Zo! Jij dacht het is een hoofd. Ja, zo is het zo. Gelukkig is het een biet. Welke film is dit aan, joh? Geen idee. Ik ken hem ook niet, hoor. Exorcism of zo. Geen idee welke dit is. We gaan kijken of we de codes krijgen. Hij is wel eng, zo te zien. Oh, ja, zie je. Oh, yes, Insidious. Ja, die hebben we gezien. Die hebben we gezien, inderdaad. Vet! Hij wordt er langer op vet, Bas. Duimpie. Let's go, we gaan verder. Oké. Volgende plekje, Bas. Ook alweer zo'n beetje zo'n engig plekje, hè? Zie je wat? Alrighty, scannen die boel. Er zit een slak op. Geeft niet, scannen. Gaan we kijken naar de volgende opdracht. Yep. Oké, Bas, volgende film. Ja. Gaat er niet gapen, hè? Zo meteen niet meer, nee. Oké, welke film is dit? De lift. Wow, welke film is dit, joh? Oh. Wat is het dan? 2823. Oh, Bas, moet je kijken. Ja. Een vet mooi hek. Oh. Volgens mij hebben we weer een... Huis. Volgens mij hebben we weer een verlaten huis, hè? Hoewel. Maar ik weet... Kijk eens waar we moeten zijn. Want we moeten hier ergens zijn als het goed is. Loop er eens naartoe. Is dat niet verlaten? Wow. Wow, check dat verlaten pand. De klok. En daar zie ik weer 2 puntjes. Zie jij ze ook? Ja. De zuipende en etende mannen. Oké, heb je het volgende filmpje te pakken? Jazeker. Mooi, welke film is het? Oh, ik ben zo.
Wow, wacht, check dit. Wat zou dit zijn, joh? Training. Ik weet het. Wat dan? Een uitvaartcentrum. Waar afscheid genomen wordt van de doden. Wow. Zouden hier nou nog geesten van de doden rondwaren? Laten we hier maar gouden aanwijzing zoeken. Wat is er, Bas? Niks. Hè? Niks. Wat is er? Ben je een beetje bang? Nee. Een beetje. Nee. Ik zeg scannen. Goeie. Oké, let's go. In de auto. Veilig in de auto, Bas. Ja. Toch een beetje eng, hè? Nee. Wow, dat is een mooie plek. Zo, hé. Wow. Mooie plek. Zou het hier ergens moeten zijn? Ja. Wow, moet je kijken. Scary aanlegstijger, hé. Wow. Een verlaten boot. Nee, neem aan dat er gewoon mensen op zitten. Nu nog. Dus komen we maar niet te dichtbij. Wat ga je doen? Loop je mee? Nee. Kom nou maar. Wat nou? Valt wel mee, hoor. Nee, het is boven. Waar is het nulpunt? 5, 4. Kom hier. Wow. Daar op nulpunt? Dit zou wel een hele mooie plek zijn ervoor. Het was een heel luguber plek hier bij het water, hè? Ja. En dit filmpje gaat over iets bij het water, iets bij de steiger. En we zijn daar maar even weggegaan. Het werd net even een tikkeltje te eng om dit daar te gaan kijken. Welke film is dat? Ik ken hem niet. Was ze allemaal onthoofd of zo? Oh, is allemaal, dat is een zaag. Oh, allemaal dood. Het is wel heel bizar dit. Het kind is de enige die nog leeft, denk ik. Ja. Gille helft hoor. Wow, wat gaan we nu weer krijgen? Nee, het is geen begraafplaats. Hier moeten we overheen. We zullen over het sluisje heen moeten. Hoeveel is het nog? Huh? Hoeveel is het nog? Hoeveel meter? Misschien is het meer hier. Neem aan dat we weer op zoek zijn naar zo'n code. Gevonden! Duimpie! Let's go! Hier. Gaan we verder. Wajo! Ja, het is 12 uur geweest. We hebben inmiddels 115 kilometer op de teller. We zijn al meer dan 5 uur onderweg. Dus het is echt wel tijd dat we zo'n beetje bij de eindcash komen nu. Hè? Hey, oh. Zo. Ze moeten nog even doorzoeken. Oh ja, daar in de verte nog een. Oh Bas, nou zijn we echt bijna aan het einde hoor. Ja. Misschien dat dit al de laatste is, en anders kan het niet heel lang meer duren, zeg maar. Einde daarbij. Inderdaad. Stop, kijk, hier het einde is nabij. Oh, je hebt er nog maar één. Huh? Nee, gewoon één hele dikke. Wat hoor ik steeds? Weet ik niet. Oeh, zo'n tas. Hé, hey, maar we moeten niet te ver lopen, hè? Nee, even kijken of we puntjes zien, anders moeten we terug. Ja, daar rechts zie ik wat. Tussen de bomen door. Ik heb zo'n gevoel dat we in de buurt zijn, Bas. Hè? Huh? Wow. Wat is dit? Ik weet wel zeker dat we in de buurt zijn. Huh? Oh my god. Een of andere verlaten iets of zo.
Ik denk dat dit de eindcash is. Wow. Kijk dan, joh. Een of andere muur. Gevaarlijk terrein. Kans op letsel. Verboden toegang. Wat is letsel? Dat je je pijn doet. Wow. Wat is dit, joh? Nee, Bas. Zo, waar komen we hier uit, joh? Kijk je allemaal een soort... Wat is het? Zou dit nou toch geweest zijn, joh? Ik hoor van alles. Stil. Oh, dat zijn druppels. Kijk, joh. Allemaal van die soort nissen. Geen idee wat dit nou geweest is. Maar nu zit het in ieder geval goed, want daar is een lichtgevend staafje. Jeetje, Bas. Maar ik denk dat dit wat kleiner was. Ik heb geen idee. Oké, en nu? Een echt een oud verlaten gebouw, joh, wat grappig. Ik ook. We hebben iets gemist. Zouden we hierin ergens moeten zijn? In een van deze dingen. Kijk, goed achteraan. Bom, 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 bom. Twee puntjes. Oké, Bas, de final. Oké. Okay. Gaan we. Dit is de laatste stap. You almost made it. Oh, dit is hier. Oké, okay, lijkt jij maar naar de eindcash. Oké. Okay. Ik ben wel heel benieuwd wat het geweest is, hè? Ja, ik ben heel benieuwd wat het nou geweest is. Dat is wel een logische plek natuurlijk. Oh my god, we hebben hem. Oh jeetje, mina. Wauw. Daar is iemand. We hebben hem gewoon te pakken, man. Oh heerlijk. Ja. Wat een prestatie. Zes uur over gedaan. En we hebben hem. Ik denk wel 130, 140 kilometer. Maar we hebben hem gewoon te pakken. Twee verlaten gebouwen tegengekomen. Eén kerkhof. Mortuarium. Een failliete winkel. Café. Een failliete winkel waar ook niks meer in zat. En uiteindelijk hebben we gewoon die cash te pakken. Wat? Kijk joh, we hebben gewoon nog ons derde gevonden ook. We hebben gewoon nog een third to find joh. 1 en 2 hebben we gevonden, 3 nog niet. Wow. Thanks for the cash. Oké.